Nou, ik ben Willem Kuit, ik ben 62 jaar, ben geboren in dit dorp en opgegroeid. Ik kom uit een vissersgezin, toen ik geboren was voer mijn vader nog. En op heel jonge leeftijd voor mij, ik was 5 jaar, toen moest hij aan de wal. En nou ja, ik heb best een gelukkige jeugd gehad. Dus we zijn ook christelijk opgevoed. Mijn ouders gingen naar de kerk en wij moesten naar de kinderkerk, zonder school. Maar waar heb je gewoond, Willem? Bij Kanaal, vlakbij de Wiegels in de Volksstraat. Okay. Ja. Daar ben ik geboren en getogen. En ja, daar heb ik een hele plezierige jeugd gehad. Ja. En toen ging het een beetje de verkeerde kant ook op met me. Want ik kreeg extra lessen daardoor en ik moest naar de MAVO en dat was toen heel wat. Ja, ja, ja. Want de meeste kinderen gingen naar de technische school of naar de visserijschool, maar ik mocht naar de MAVO. Nou, dat is falikant verkeerd gegaan. En wat was de reden? Ik zat meer buiten naar kijken. En de concentratie van de lessen, dat was er niet bij me. Nee. En ik was best opstandig. Mm-hmm. Mijn vader heeft een moeilijke tijd met me gehad toen. Hij is een paar keer naar school geweest om te vragen. Misschien wel om te smeken of ik alsjeblieft nog mocht blijven. Ja. Maar na 4 jaar ben ik dat eigenlijk zonder papiertje. Zonder diploma heb ik de school verlaten. Maar wil je naar de natuur kijken of vond je dat interessant? Nee, niet zo. Ik zat liever buiten. Ik zwerfde liever over de straat. En, fietsen maken, bromfietsen sleutelen. Ah, ja. Dat vond ik allemaal veel leuker. Nou, toen kreeg ik van mijn vader, en daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, nog 1 kans. Er stond een grote advertentie over de opleiding voor machinist, voor de zeevisvaart. En toen zei mijn vader van, joh, je wil gaan varen, want dan kan ik dus besloten dat ik zou gaan varen, want daar had ik geen diploma's voor nodig. Die advertentie had hij neergelegd, als je nou toch gaat varen, wacht er nou mee tot kerst, uit de behouden teelt. Dan ga je meestal tot er plekjes vrijkomen voor je en gaat eerst die cursus doen. Nou, en daar kwam ik eigenlijk helemaal tot ontplooiing. Er was niks mooier als met je handen werken, sleutelen aan de motor, tekenen. Allerlei doellessen in plaats van al die theorie. En dat heb ik met vlag en wimpel heb ik dat in 1 jaar gehaald. En toen zat ik met mijn 16e jaar zat ik op zee. Ik had het echt naar mijn zin. Maar het christelijke dat was toen al een beetje over. Ik ging niet naar de kerk, ik wist het allemaal zelf wel. Mijn moeder vond dat altijd wel verdrietig. Ik kwam veel ook zondags thuis. En we waren ook veel zondags op zee. Dus als ik thuis was, dan had ik daar geen tijd voor. Ik ging liever naar de cafés en met mijn vrienden. Maar op mijn 18e of 19e ontmoette ik mijn vrouw. En toen kwam er toch een beetje rust in mijn leven. En mijn vrouw kwam ook uit een christelijk gezin. En die ging braaf naar de kerk. En ik ging braaf mee. Maar ik ging mee omdat mijn vrouw ging. Laat ik het maar heel eerlijk zeggen zo. En mijn vader was er eigenlijk wel een beetje. En mijn ouders waren daar wel content mee. Want het ging toch weer een beetje de goede kant. Ik werd rustiger. Ja. Nou, en dat hebben we het eigenlijk altijd gedaan tot ons trouwen toe.
eigenlijk tot ons eerste kind geboren was. Toen ben ik ook gestopt met varen toen mijn zoon geboren is. Het ging niet zo best met de visserij en nou ja, het werd wat minder. En ik kon een baan op de Ester krijgen in de technische dienst. Okay. Vol continu, 24-7. Dus we werkten echt steeds 7 dagen achter elkaar. Ja. En zaterdag, zondag, dan ging alles door en dag en nacht. En daar zat ik ook, trouwens ook met plezier. En toen is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. Ik werkte veel zondags, dus als ik zondags vrij was. Ja, nou, ik vond het allemaal wel goed zo. En ik had dat allemaal niet nodig, dacht ik. Grote sterke vent, ja. Waar er een van gedoopt werd, kwam in de kerk en trouwerijen natuurlijk. Maar zondags, nee, dat was wel een beetje over. Maar in de loop van de jaren, ja, mijn vrouw ging intussen op een koor, Maracanto. En dan ging ik toch wel weer mee naar het koor. En ik vond het wel mooi, steeds. En ik vond het allemaal wel interessant. En op een of andere manier deed het me wat. Maar toch, ja, hield ik allemaal nog die boot af. Want ja, je leefde. Ik wist natuurlijk heel goed wat er van je verlangd werd. En ik leefde heel anders. Ja. Ik deed dingen die niet mochten. En ik leefde maar een beetje op los, om het maar zo te zeggen. Ja, en dan had ik het wel eens een beetje moeilijk mee. Dat heeft toch heel wat jaar iets geduurd. Kijk, we bleven wel bidden voor het eten en danken na het eten. Ja, dat was eigenlijk alles wat we... Er zat niet echt een connectie met... Nee. Want... En toen, op een dag, zei mijn vrouw, ik ga naar de kerk. En ik zeg, ik ga mee. Dus, ja, we gingen dus intussen naar de kerk. Maar het deed me eigenlijk veel meer als wat ik anders gedaan had. Vroeger als ik naar de kerk ging, dan was het, nou, moet je nog geen amen zeggen... En dan zat ik echt de tijd rond te kijken. En nu ja, de preken, de woorden die de dominee dan zei, die raakten me vaak. En ja, dan kwam ik wel eens thuis en dan werd ik heen en weer geslingerd. En ja, ik kon dat niet vatten. En ik zat wel eens helemaal vol met tranen van wat gebeurt er met me, wat overkomt me. Ja. En nou, maar ja. De andere dag kwam ik weer in mijn werk en dan zat ik weer in de normale sfeer. En dan ebte dat allemaal weer weg. En dan zei mijn vrouw zei wel eens van, hij is met je bezig. Ja, wat dan? Ik kon het geen plek geven. Maar het was anders dan die tijden ervoor. Ja, die tijden het was heel anders ja, als die tijden ervoor. En ja, er gebeuren allemaal dingen in je leven. Bijvoorbeeld 13 jaar terug overleed mijn vader. En die man die... Die wilde eerst niet dood. En van de een op de andere nacht was het goed. Hij lag er in de bed en hij lag te getuigen. En hij troostte ons. Want hij ging naar de Heer. Ja. En ja, toen dacht ik, ja, wat heb je gezien? En, ja. Ja, weet je. En ja, het deed me heel veel. En dat speelde heel veel. Dus ook als ik dan meeging met het koor, dan moest ik er altijd weer aan denken. Ja. Nou, 5 jaar terug overleed mijn schoonmoeder en mijn moeder 2 weken achter elkaar. Dus dat je ook door 2 weken achter elkaar had je die hele gang naar graf. Ja, ja. En al die de verdriet eromheen. Maar toen ging ik intussen al naar de kerk hoor. En toen kon ik het ook al meer een plekje geven. En toen ging ik het ook allemaal meer begrijpen. Maar toch, ja, ik bleef worstelen. Ja. Ik had elke keer een gevecht met mezelf. En ik kon dat niet onder woorden, kan dat niet onder woorden brengen wat ik voelde, maar... Nee, steeds als ik uit de kerk vandaan kwam, dan had ik van, joh, wat overkomt me, wat gebeurt me. En door de week appte dat weer weg en er gebeuren er allemaal dingen in je leven waar je boos bent en woedend over bent. Ik heb, een tijd is het contact verbroken geweest met mijn zoon en ja, daar was ik heel boos over. En ja, dat deed me helemaal niet goed en dat maakte me bitter en kwaad. Ja. Nou ja. En intussen kregen we ook vrienden van het koor. En daar kon ik toch al lekker met proven praten. En ik ging me vragen stellen. Ja.
En ja, van joh, hoe moet ik dat zien en hoe kan ik dat zien? Van wat heeft mijn vader gezien? Hoe kan mijn vader van de een op de andere nacht, dag, op het moment heel anders overwezen? Ja. Geen angst meer hebben voor de dood. Via de rug, ja. We zouden met die vrienden die we intussen hadden, zouden gezellig in Voorthuizen. Okay. Hun die hadden daar een plek op de camping. Wij hadden daar een staarkerrenwenneke. En we zouden een gezellig dagje gaan happen, trappen. Dan ga je dus van restaurant naar restaurant. Je begint met koffie met gebak. Je gaat naar een soepje. Je gaat naar een voorgerechtje. Je gaat naar een hoofdgerecht en naar een toetje. En dat doe je allemaal fietsen? Ja, dat doe je allemaal fietsen over de hele dag. Dus het beloofde een hele gezellige dag te worden. Nou, ik weet het nog precies. We kregen koffie en dan konden we kiezen naar gebak. En ik koos dus worteltjestaart. Eet ik ook nooit meer. En we zijn op weg gegaan. Vol goede moed. Nou, gezellig babbelend onderweg. Nou, we zijn nog geen 10 minuten onderweg. En we hadden een verkeerde afslag gepakt. En we staan op een kruising. En onze vriend gaat was naar de overkant. De vrouwen staan nog op een kruispunt naast mij. Ja. Voor het kruispunt. En ik wil oversteken naar mijn maat. En ja, ik word een geel en ik word geschept. En ja, wat er toen gebeurde, dat staat nog steeds in mijn geheugen gegrift. Ik word van mijn fiets afgegooid. Ik val door die auto en ik leg op de grond en die auto begint te rijden. En ja, daarna is het een hele chaos in het gebeuren. En ik kom tot besef achter de auto in de berm. En dan leg ik naar de uitlaat van de auto te kijken. Ik weet zelfs ook merk nog, dit is zo'n micra. Ja. En ik zie mijn arm, daar hangt een hele lap vlees. Nou ja, en ik wil overeind komen. En ik krijg het wordt naar beneden gedrukt door mensen. En, nou ja, en ik hoor er een zeggen van hij grijpt in de greppel. En ik voel iemand met zijn schouders onder mijn kont. En ik krijg het Spaans benauwd. Ik denk, het is niet goed. En ja, op het laatste krijg je lucht. En Hans kwam bij me zitten. Ja, rustig, er komt hulp. En ik kreeg het maar benauwd en ik proefde bloed in mijn mond. Ja. En ik vraag aan Hans, ik zeg, Hans, wil ik voor mij bidden? Ja. Want ik ga dood. Ik was er echt van overtuigd dat ik dood ging. En ik hoor Hans nog de Heere God aanroepen. En dat wordt zwart. Ik weet niks meer. Helemaal niets. En ik schijn dus, achteraf hoor je dat, nog wel een antwoord gegeven hebben aan de ambulancebroeders. Op hun vragen. Ik heb nog afscheid genomen van mijn vrouw. Toen ik in de ziekenauto gelegd werd. En met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht werd. Er is een traumahelikopter bij me geweest. Nou, in ieder geval, ja. Ik, 8 weken later kwam ik weer, of 7 weken. Kwam ik eigenlijk weer, werd ik weer wakker. En er kon ook niets meer. Mijn gezin stond op mijn bed. En die zei van, ja, je bent overreden door een auto. Ja, dat wist ik nog wel. Ja. Schijn het eerste mijn vraag die ik kon stellen, fluisteren aan, want ik had zo'n pijp in mijn keel, daardoor kon ik niet praten, was van of er alcohol in het spel was. Nou ja, dan kon mijn vrouw beamen dat het niet zo was. Mijn zoon stond dan aan mijn bed en dat deed me geweldig veel goed. Ja. En, maar ja, ik was nog helemaal warrig. Want ja, ik ben natuurlijk 6 weken onder narcose geweest en 2 weken ben ik bezig geweest om wakker te worden. En dan hoor je ook wat er allemaal gebeurd is, merk je. En ik heb dus een hele strijd moeten voeren voor mijn leven. En de artsen ook. Die hebben echt moeten knokken. Alle complicaties die ik kon krijgen heb ik dus gehad. Mijn hele borstkas was kapot. Mm-hmm. Mijn ingewanden waren tenminste mijn lever en mijn mild waren beschadigd. Mijn bekken was kapot. Mijn middenrif lag in vieren.
noem maar op. Het was er behoorlijk aan toe. Zeg maar rustig tot ik in puin zat. En ja, dan leef je dus in zo'n sluimertijd. Ja. En dan heb je verdriet. Waarom? Waarom ik? Waarvan overkomt me dit? En wat heb ik gedaan? Ja, ik heb genoeg gedaan. En dan krijg je ineens een rust. Een kalmte over je. Weet je, of ik onder een deken lag en geen paniek, geen angst, geen vrees. Het was goed en het volste vertrouwen dat het goed zou komen. En dat bleef. En hoe helder ik werd, toen dacht ik bij mezelf, joh, dat is niet van mij. Dit heb ik niet van mezelf. Ik ben een opgewonden steintje. Ik had eigenlijk heel boos moeten wezen. En ik heb geen ongetogen woord gezegd of gedacht over die vrouw die mij overreden heeft. En ja, toen denk ik, ja, dat kan alleen maar van God wezen. Dus ik heb met mijn ogen naar boven gericht en ik heb dankje gepreveld. En ja, en in mijn hart beloofd van, ik ga voor u. En u bent de vader voor me. En u wil ik dienen. Nou, en ja, dat vertelde ik dan ook toen ik eenmaal kon praten. Want ik kon helemaal niets meer. Ja. En, want ik was ook helemaal lam. Ik kon alleen maar mijn hoofd konden bewegen. En dan vertelde ik aan mensen. En dan zei ik, dan weet ik wel. Sommige mensen keken me dan gelinkrank dat aan. Ik zei, ja, ik ben de oude niet meer. Ik ben niet de Willem van voor het ongeluk. Ik voel me helemaal vernieuwd. En dat voelde ik me ook. En ja, eigenlijk is dat mijn hele ziektebed, 13 weken lang in het ziekenhuis. En daarna nog ruim bijna vijf maanden in het revalidatiecentrum. Is dat gewoon in mijn hoofd en in mijn hart gebleven. En daar was ik zo blij en zo dankbaar voor. En ja, dat heb ik ook verteld. En sommige mensen vroegen dan van, wat heb je dan gehoord dan? Ik heb niks gehoord. Ik heb alleen ervaren. Ik voelde die warmte en die rust. En of er iets in mijn hersenen zei of in mijn ziel zei van, het is goed, rustig maar, alles komt goed. Ja, en dat heb ik met beide handen aangepakt. En dat hou ik nog steeds vast. En dan die wetenschap ook, tot wat je dan achteraf hoort. Tot er al die handen die elke week voor me gevouwen werden, tot er voor me gebeden werd. Omdat ik toen ik er zo slecht aan toe was. En al die kaarten die ik gekregen heb in het ziekenhuis. Het zijn zo map vol. Eerst mijn vrouw en later ik. En van mensen die je niet kent. En die je eigenlijk nog steeds niet kent. En die hebben jullie allemaal een kaart gestuurd. En met mooie opbeurende woorden. En, ja. Prachtige teksten. Ja, ik word er zo warm van en zo vol van. En het heeft me zo goed gedaan. En ja, nu begrijp ik eigenlijk alles een beetje. Tot, God was al aan mij aan het trekken, maar de oude Willem was zo eigenwijs. En ja, een star, die geloofde het wel, die wist het beter. Ja. En ja, ik ben er gewoon van overtuigd dat hij me stilgezet heeft. En dat hij onderweg, bij de weg al bij me gezeten heeft, toen het zwart werd. En tot hij voor me gezorgd heeft. En tot hij de handen van de chirurgen gestuurd heeft. Om die hele borstkas weer te reconstrueren met ijzer en schroefjes. En mijn bekken weer te maken. En het vertrouwen te hebben om te blijven vechten voor mijn leven. Want ik heb een longmachine gelegen om mijn longen rust te geven. Want ik werd niet beter. Ik kreeg bloedvergiftiging, ik kreeg longontsteking. Ja. 60 liter vocht in me. Mijn tenen zijn, ja, jammer genoeg, afgestorven. Omdat ik zo ziek was tot mijn
mijn ledematen eigenlijk geen bloed genoeg kregen. En dat begint dan uit het uiteinde. Maar uit die diepte haalt God jou omhoog. Ja. En die zegt in feite, Willem, jij bent ook mijn kind. Ja. Ja. Ja, zo heb ik dat ervaren, ja. 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 En een man die voor dat ongeluk eigenlijk aan het worstelen was, want ik geloof ook dat God echt met je bezig was. Dat was hij, ja. Je ging nadenken. Het raakte je in de kerk waar je over vertelde. Ja. Wat je daarvoor eigenlijk, zat je daar gewoon omdat je vrouw ging. Ja. En misschien omdat je vader dan en je moeder dat mooi vonden. Ja. Maar toen werd je geraakt. Ja. En dan kom je in zo'n dieptepunt en je wordt wakker daarna en je ziet je zoon zitten. En je voelt die rust van de opstandige Willem die in de rust komt. Ja. Ja, dat is toch een geweldig verhaal, Willem. Ja, ja dat vind ik zelf ook, ja. Ja. Elke keer ben ik, ja, ik kan er vol van schieten, ja. Maar ik kan er ook heel warm van worden. Ja, ja. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. En ik heb hem in het ziekenhuis ook beloofd dat ik belijdenis zou gaan doen. En dat heb ik ook op mijn 60-jarige leeftijd. Ja. Heb ik, en dat is allemaal in een tijdsbestek van 4 jaar? Ja. Van 4 jaar is jouw leven 100% omgedraaid. Ja. Geen 180 graden. Geen 360, want dan zeggen ze wel eens. Dan kom je weer terug. Dan kom ik weer terug. Dus 180 graden is mijn leven omgedraaid. Ja, ja. Ja. Ik ben blij dat ik in Nederland woon. Ja. Tot dit maar in Nederland gebeurd is. Want ik weet niet of als ik in een ander land geleefd had, of ik er zo goed uitgekomen was. Ja. Of ze nog zoveel moeite voor me gedaan hadden. Want dat hoor ik dan allemaal achteraf. Mijn dochter heeft dus een heel een map voor me gemaakt met alle apps die ze naar de familie stuurde over mijn levens, over mijn situaties in het ziekenhuis. Mm-hmm. En die map heb ik ook helemaal na zitten lezen. Die heb ik echt 2-3 keer moeten lezen, eer dat ik goed besefte wat ik allemaal meegemaakt heb. En mijn vrouw vertelde ook dat ze, toen ze in het ziekenhuis kwamen met me, en hun kwamen dan iets later, dan kwamen ze de ambulancebroeder tegen. En tot die zei van, mevrouw, hij heeft al geluk gehad, want 85% van dit soort gevallen overlijdt ter plaatse. Ja, ja. Dus ja, ik ben overtuigd dat hij aan de kant van de wereld bij me zat. Absoluut. En dat blijf ik, ja. En, ja. Ja. Ja, en daarna gebeuren er allemaal zoveel dingen. Kijk, mensen zeggen van, joh, je bent een sterke vent en je hebt wilskracht. Ja, ik was altijd een doorzetter. En ik gaf niet gauw op, maar dit kon ik niet zonder hem. En ik ben niet bitter geweest. Ik ben eigenlijk fluitende aan door hoe moeilijk en zwaar het af en toe was. Ja. En natuurlijk, als je tegen je beperkingen aan gaat lopen, want ik heb er best beperkingen van overgehouden. Ja. En als je dan die grens vindt, dan denk je, oh, ik kan niet verder. Maar je blijft in feite ook verbazen over jezelf, over je rust. Ja. Want zo herkende je jezelf niet. Nee. Elke keer als ik tegen een grens kwam, en dan was ik wel verdrietig. Ja. Maar ja, dan dacht ik bij mezelf, ja, ik ken dit toch? Ja. Dat is wel heel wat. En totdat ik het niet verder ken, nou ja, jammer dan. Ja. En ja, zo heb ik het eigenlijk het hele proces gedaan. Toen kwamen dus die vrienden, kwamen iedere vrijdagavond en Hans had altijd een stukje uit de Bijbel voor en een gebed. Ja. En daar lag ik echt naar uit te kijken, dat vond ik zo, daar keek ik echt naar uit, dat vond ik zo fijn. Ja. Ja. En toen, hij slaat de Bijbel open en hij begon te vertellen. En dan las een verhaal van Lot. En terwijl hij leest, toen dacht ik bij mezelf, wat maak ik me eigenlijk nou druk over? Weet je wel. En dat stuk, dat heb ze moeten lezen. Ja, dat pakt hij. Ja, maar dan denk ik, dit is toch geen toeval? Nee. Ik zit er doorheen, ik heb het even moeilijk. Ja. Hè, ik ben een beetje deprim, om het dan even zo te noemen. En hij komt met een stuk wat precies goed was voor me. Ja, dat is geen toeval. Nou, en de andere dag komt mijn zuster met een vriendin. Nee. En die hebben ook dat stukje bij zich. Dat had ze toevallig op het internet. Bevestiging, hè? Ik krijg een bevestiging nog eens. Ja. Toen denk ik, nou ja. Voor de twijfelaars misschien. Ja. Dus
Ja, alles, wat, al die positieve dingen, dan denk ik, tegenwoordig, denk ik daar veel meer over na. Ja. En dan denk ik niet, oh, dat is toevallig, of dat is een geluk. Nee, het heb ze zo moeten wezen, dat ik Jaap van der Plas tegengekomen ben op straat, of die komt tegen me zei, joh, je kunt met mij ons komen schillen. En zo ben ik bij de brug gekomen. De brug is een instelling voor mensen die verslaafd zijn, ja. Of die eenzaam zijn. Ja. Psychische klachten lopen. En daar kook je 1 of 2 keer per week. Ja, natuurlijk is er wel eens wat, maar nee hoor. Ik heb er echt, ik kom er elke keer met een voldaan gevoel thuis. Ja, mooi. En het meest was ik eigenlijk geraakt van de winter toen we, nou ja, kookte als afhaalsinees, om het maar even zo te zeggen. Toen konden de cliënten alleen eten mogen komen halen. Dus ze stonden we wel te koken. April, maart april, ja. De coronatijd. En tot er een van de cliënten aan de balie staat en die zegt van, nou, ze hebben moeten klappen voor de verzorging, maar jullie zijn onze helden. Eigenlijk moeten wij voor jullie klappen. Ja. Toen dacht ik, begreep ik eigenlijk pas hoe we gewaardeerd werden door hun. Ik wil je gewoon hartelijk bedanken voor dit gesprek, Willem. Het heeft me echt geraakt ook. Ja, daar wil ik je voor bedanken. Ja, en daar leven we voor toch. Daarom. Ik ken weer fietsen, ik ken weer auto rijden. Ja. Nou, ik kan koken op de brug. Jesus, shine your light, shine.